Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 49 hier in Rusland. In de vorige wedstrijd waren wij ook wereldkampioen bij de coureurs in de grote race van Italië. Heb jij die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Het kan recht voor het ietsje. We kwamen daar weer als eerste over de streep. Verstappen dus weer een tweede plek veroverd. Heeft dit seizoen nog nooit gewonnen. Dus dat is een pijnlijk moment voor mijn landgenoot en teamgenoot. Wij dus alle wedstrijden tot nu toe gewonnen. En met Rusland gaan we richting het einde van seizoen 3 en opmaken voor seizoen 4. Nog 4 wedstrijden te gaan. Beide kampioenschappen zijn dus al beslist. Dus niks meer staat op het spel. Dus we kunnen het lekker rustig aan gaan doen. Maar goed, ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan als je enkele video meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media en gebruik het in de beschrijving. Dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan voor de kwalificatie voor carrière aflevering 49 hier in Rusland. We zijn aanbeland bij Q1. Lekker bewolkt weer. Het zonnetje schijnt gelukkig. En gaan we kijken wat deze ronde gaat opbrengen voor ons. Kunnen wij misschien na die eerste tijd gaan en doorkomen naar Q2? Ik verwacht het wel. Russell laat een 32-9 noteren, geen 1-32-9. Dat zou wel een hele langzame sector 1 tijd worden gezet. Nog eens met een 1-29-8 na de eerste tijd. Wij komen bij de laatste bocht aan, pakken een track limits mee. En zetten een 1.29.4 neer. Q2 verloopt nat. Intermediate eronder. En dit kan misschien lastig gaan worden, want wij zijn nooit zo goed in de regen namelijk. Kijken wat dit rondje ons gaat opbrengen. En we moeten gewoon voorzichtig aan gaan doen. We hebben daar een beetje last van Esteban Ocon die daar ons blokkeert. En moeten helaas deze bocht afsnijden om geen botsing te hebben. Raak ook een beetje de muur en dan val ik hier Ocon aan. Rij ik gewoon volledig over dat broodje. Pak ik weer een track limit waarschuwing. En het is wel een P1 met een 1.41.4. Dan zijn we aanbeland bij Q3. Dat rondje was toch nog goed genoeg om door te kunnen komen namelijk. Ik zelf had het niet verwacht, maar het is toch echt zo. En wij gaan kijken of wij naar de pole position kunnen rijden hier in Rusland. Ik verwacht ook veel van Max Verstappen namelijk. Kijken wat hij kan. Misschien kan hij de pole veroveren en pakken wij een P2. Het is gunstig. Want de run naar de eerste bocht toe, slipstream, is hier zo belangrijk. En als je hier op P1 staat, dan is dat geen goed vooruitzicht. Want de nummer 3 kan je zo voorbij razen namelijk. Dus daar moeten wij voor oppassen. Carlos Sainz met een 1.41.8 naar de pole position. Je ziet in een klein beetje door hebben een momentje overstuur op de curbstone. Hier nemen wij dan alles wel mooi. Dat is goed om te zien. En dit is een 1.42.0 op 2/10 van Carlos Sainz, dus wij moeten er nog een keer voor gaan, terwijl Norris een 1.41.6 laat noteren. Voorlopig naar de pole position. En dan gaan we eruit voor onze laatste run. P6 is dat voorlopig. Kijken of wij dit rondje wel goed kunnen rijden namelijk, want er hangt hier zoveel van af. De baan gaat snel opdrogen, zegt Jeff. Pas erop dat je de banden niet kapot burnt, oftewel geen wheelspin. Dat is het advies. P6, kunnen wij daar iets van maken? Bijvoorbeeld een P3 of een P2 of zelfs de pole position. De regen is in ieder geval wat minder geworden. De vlag hangt uit, we zetten paars in sector 1 en 2 neer, P7 op dit moment.
dan lijkt dit goed genoeg voor de pole position. De vraag is, wordt hem dat ook? We komen bij de laatste bocht aan. Overstart finish. Fantastic. You've got pole. En jazeker, dat is de pole position hier in Rusland. Hebben Verstappen verslagen op 15e. Norris op P3 op 1,3 seconden. Ricciardo op P4. Dus dat is goed om te zien. Zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan met de grote prijs van Rusland voor carrière aflevering 49. Daar gaan we dan. Welcome along then to Sochi and the Russian Grand Prix. One of 8 cities in the world to play host to both the Olympics and a Formula One race. It's a Grand Prix that's proven difficult to crack for anyone beyond the first 2 rows of the grid in recent years. So let's see if that can change today. It's time to go racing then in the Sochi Autodrome, where the long run down to the heavy braking zone at turn 2 is one of 2 DRS zones around this 3.6 mile circuit. The other, of course, down into turn 13. 18 corners make up a lap here today, with an average speed somewhere in the region of 130 miles an hour. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn 1. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are 3 main things to worry about there, Crofty. Positioning, awareness and discipline. First, you have to put your car in a bit of space and make sure you have room to react to what the others are doing. Then you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just don't get too greedy. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Norris, Ricciardo, Carlos Sainz and Leclerc, Perez, Hamilton, Bottas and Esteban Ocon, Russell, Giovinazzi, Yuki Tsunoda and Stroll, Gasly, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, Latifi and Guan Yu Zhou, they've taken a grid penalty, and Christian Lundgaard, Armstrong, Mick Schumacher, Mazepin, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Callum Ilott. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen. Soft medium is de strategie. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 49 hier in Rusland. We starten vanaf pole position, Verstappen op de tweede plek. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En Verstappen is al beter weg. We raken elkaar al gelijk een klein beetje. Wielbengen met elkaar. En Norris kijkt voor P2. We zitten in de slipstream van Max. Kijken terug aan de binnenkant van bocht nummer 2. Remmen als laatste. En dat is weer de leiding heroverd. Dat is goed om te zien. Dan is het nu focussen op de rest van de wedstrijd. We moeten Verstappen achter ons zien te houden. Gaat hier een klein beetje wijd, maar dat is geen probleem. Verstappen op 3/10. We zetten paars in sector 1 neer. Dat is goed om te zien. Oh. Dat was iets te veel van het goede. En Verstappen valt ons terug aan. Wij gooien daar gelijk een aanval weer terug bij Max. En hij heeft een voorvleugel beschadigd. Dat was een rare actie wat ik deed, want ik vloog gewoon over die curbzone heen. En nu zit Daniel Ricciardo te kijken voor de leiding in de wedstrijd. Die kennen wij van de grote prijs van Italië. En wij verdedigen gewoon deze binnenkant. Hij kan er niet voorbij. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Als hij paars in sector 1 noteren, Verstappen en Norris zijn naar binnen geweest. Voor een nieuwe voorvleugel en rijden stijf achteraan. Dat gat na Max is enorm groot. Ik denk ook niet dat hij de wedstrijd gaat winnen vandaag. Maar wij voelen de druk van Daniel Ricciardo. Dat gat is 19e ongeveer. En wij gaan zo meteen dat snelste raceronde verbeteren. Ricciardo op een seconde. En dat is een 1:31.7. DRS is beschikbaar gesteld door Race Director.
gehad naar Ricciardo is 1,2 seconden. We rijden wat van hem weg. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als dat gaat naar Daniel, 2,3 seconden is. Er is een nieuwe strategie beschikbaar, zegt Jeff. Om in ronde nummer 12 naar binnen te duiken. Een ronde later dan gepland. Sainz volgt op 7,5 seconden. Hamilton op 8 seconden en Leclerc op 8,5 seconden. Norris en Verstappen nog steeds achteraan in het veld. Die moeten nog eerst naar de Haas zien toe te rijden. Het gaat nog een aantal rondes duren, ga ik vanuit. Ronde nummer 12 is het en we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. We gaan naar de medium compound. Ricciardo is al naar binnen geweest, 27,5 seconden. Ocon naar P5. Sainz gaat ook mee naar binnen. Valtteri Bottas duikt mee naar binnen. Het is een lange pitstraat en we gaan ook een nieuwe neus wisselen, want die hebben wij beschadigd geraakt tijdens onze actie met Verstappen. Dus wij gaan hier wat tijd inleveren dan normaal. En Ricciardo gaat ons passeren. Hetzelfde geldt voor Esteban Ocon. Maar Ocon moet nog naar binnen met nog 14 rondes te gaan. En wij komen terug op P3. Sainz op P4 de baan op. En Verstappen. Waar rijdt hij? Geen flauw idee, maar die moet nog een keer naar binnen voor een pitstop. Dus die gaat heel ver terugvallen. Als hij al gelijk het gat naar Ocon gaan dichten. Dat is nu ongeveer 18e geworden. Maar ik weet nu al dat Ocon naar binnen moet. Want zo langzaam kan hij namelijk nooit rijden. Neem hier een kortere lijn naar deze bocht. En remmen heel dat gat dicht. Zitten daar een beetje te kijken. Maar dat was een curbstone. Die kwamen wij tegen en we vlogen wat in de lucht. Ocon is hier dan wel gepasseerd met DRS en overtakeknop. Je zet een paars in sector 2 neer. Dat gat naar Ricciardo is ongeveer 3 seconden. Dus dat moeten wij zien te dichten. Als dat kan. We zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. Als we dat gat hebben gedicht met Daniel Ricciardo. Ocon is naar binnen gedoken. Het gat naar Ricciardo is 3/10 en wij hebben zometeen DRS. En gaan zometeen een aanval wagen voor de leiding in de wedstrijd. Het waait behoorlijk hier op mijn kamer. De wind gaat er behoorlijk aan toe. Maar goed, dat terzijde. Daar zitten we dan met een aanval op Ricciardo aan de binnenkant. Maar hij remt mee met ons. En wij gooien dat gat dicht. Ricciardo op de curbstone en kruist achterlangs weer terug naar P1. Dan kijken we hier aan de binnenkant. Laten hem uitrollen en dat is dit keer wel weer P1 veroverd. Maar Ricciardo geeft niet zomaar op. Dat zie ik wel. En we gaan zometeen ronde nummer 17 alweer in. Nog 10 rondes te gaan. Gat is 15e, dat wordt alleen maar kleiner en Ricciardo heeft ook DRS tot zijn beschikking. Gaat ook aanvallen, denk ik. Rijdt er naartoe, maar komt net te kort. Ziet er wel een klein beetje door. En Ricciardo kan hier nog niks. Wil aan de buitenkant proberen, maar daar is weinig ruimte. Ricciardo kijkt en kijkt, maar kan er niet langs. We maken wel een klein foutje. Maar Daniel moet hier toch echt even oppassen, want hij heeft ons geraakt. Op ons achterwiel. Maar we hebben geen schade gelukkig. En hier kan Ricciardo niks. Want wij gooien onze overtakeknop aan en rijden van hem weg. We zitten in ronde nummer 19 als Ricciardo het opnieuw probeert bij start-finish. Kijkt naar de buitenkant, lukt niet. Dan naar de binnenkant kijken zometeen.
Gele vlag. Ricciardo kijkt, maar mag hier niet aanvallen. En we hebben daar bijna de auto verloren, maar we weten hem mooi te redden. En dat is nog steeds de leiding in handen. Dat was trouwens een uitvaller. Ik weet niet wie dat is. Het boeit mij eigenlijk ook niet zoveel. We zitten inmiddels nog steeds in ronde nummer 19. Aan het einde van ronde nummer 19. Als Ricciardo het daar probeert bij de DRS-zone, zit er aan die binnenkant. Maar we raken elkaar. We raakten elkaar en Ricciardo moet daar gewoon eieren voor zijn geld kiezen. Om daar geen voorvleugelschade te maken. We hadden ook een momentje op die curbstone. En hier dan weer een klein momentje van wheelspin. Ricciardo zit in 3/10, zit binnen DRS afstand van ons. Kijkt naar de buitenkant. Lukt dat? Dat lukt, maar we duwen hem daar wijd. En Carlos Sainz gaat mee aanvallen, maar Ricciardo verdedigt heel scherp. Knijpt hem gewoon af. En Sainz heeft die plek toch veroverd. Dan is Sainz ons hier voorbij. Maar we hebben hier de buitenste lijn. En gaan weer als leider in ronde nummer 21 in. Sainz dit keer op onze hielen. Het gat is 2/10. En kan Sainz iets? Nee is het antwoord. We zitten in ronde nummer 22 en dit keer zit Carlos Sainz er dichterop. Gaat hier aanvallen aan de buitenkant. We laten ruimte over. En we remmen net wat later en duwen hem daar gewoon wijd. Hamilton naar P4. Kan Ricciardo nog misschien aanvallen? Met nog 5 rondes te gaan. Aan het einde van ronde nummer 22 zit Carlos Sainz weer te kijken voor een aanval. Beetje wielmengen met elkaar. En Sainz moet daar gewoon op de rem gaan staan. Anders had hij een voorvleugelprobleem. Het hout kraakt hier een klein beetje, dat komt door de wind. Die is wat hevig op dit moment. Hopelijk dat je dat ook niet hoort. We hebben namelijk ook een DRS-fout, maar die fout is weer weg. In de laatste ronde van de wedstrijd. Dat betekent dat wij de wedstrijd weer gaan winnen hier in Rusland. Alle grote prijzen tot nu toe gewonnen in seizoen 3. Verstappen helaas. Met wat drama. Maar dat geeft niks. Wij winnen alsnog een wedstrijd. En gaan ons opmaken voor de volgende wedstrijd. That's a spectacular victory then, and with it the championship is secure. It's been a magnificent season and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. So Anthony, what made the difference out there today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de wedstrijd. Hamilton naar P2. Ricciardo naar P3. We stappen toch nog naar de punten. En Sainz pakt dat snelste race rondepunt van ons af. Dus geen snelste race rondepunt voor het eerst in deze career mode voor ons team. En wij zijn dus alsnog constructeurskampioen geworden. Dat was al in de vorige video bekend. Ik heb even dit erin gezet voor allerlei informatie. Het is gewoon zoals het hoort te gaan namelijk. Team McLaren is 24. Verstappen is level 20. Wij zijn level 19 dus. Verstappen heeft ons ingehaald. 1,82 miljoen binnengeharkt vanwege de sponsoren. Verstappen wel wat schade. 10.000 misgelopen, maar dat geeft niks in totaal. 34 miljoen is het budget. Dat betekent dat deze video er alweer op zit mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like.
Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageren wat er verbeterd kan ook moet worden. Volg me ook even op Stellijn Media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Gaan we verder in, als ik dat goed zeg, is dat Mexico. Tot ziens.